even een boterhammetje aan het eten. Hallo lieve mensen die naar deze vlog kijken. Dit is weer een aflevering van Saskia en Sergio in de Algarve. Maar het is nu alleen even Saskia, maar ik ben echt niet alleen. Op de achtergrond hoor je natuurlijk Destroy Lisa. Die is vandaag enorm vervelend. Die wil van alles, maar dat lukt er gewoon niet. Ik wilde eigenlijk vandaag een vlog laten zien die ik al eerder had opgenomen. Nadat wij die takken van olijfbomen en zo hadden gesnoeid. Die zijn namelijk op een enorme berg terechtgekomen. En die berg hebben we op een gegeven moment, zoals dat moet, in de fik gestoken. En dat was een waanzinnige avontuur en daar heb ik een hele mooie film van gemaakt. Maar ik heb besloten om daar toch nog niet veel, dat nog niet op het YouTube-kanaal te knallen. En weet je waarom niet? Omdat de wereld in brand staat. En dat is verschrikkelijk. Dat doet ook mij pijn aan mijn hart. Dus wat kunnen wij hier anders doen dan vrede laten zien? Niet dat ik nu zo meteen heel vredelievend met Lisa ga omgaan. Want die ga ik zo meteen een klap geven omdat ze de kop moet houden. Maar vrede zit hem wel in bijvoorbeeld. En dan ga ik jullie gewoon even... Lisa! Nou! Oh! Zij wil gewoon aandacht, net als iedereen. Want vrede zit hem bijvoorbeeld in dingetjes fijn doen. Oh! Moi, c'est toujours très important pour avoir. En nog, tu es belle comme tu es. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ma chère Odette. Histoire, un cas. Mais n'est momento. São espinafros. Espinafros. A fazer sopa. Ah, fazer sopa. E eu sei que a sopa de mei, de espinafres, é muito, muito sabrosa. Mais qu'est-ce que tu penses, Odette, pour ce monde maintenant, qui est en feu? Mais ce monde, c'est triste. Oui. C'est triste. C'est très triste. Et pour moi, que je suis vieille, mais pour les jeunes à venir, ça va être triste. Oui. Kijk. Dan krijgen we even een klein lesje in het bevrijden van onkruid voor de worteltjes van de epinaar. Wist. Met serraaien. Kijk, wat we hier eigenlijk doen is het weghalen van het onkruid. Zodat dat ruimte geeft aan de dingen die we wel willen hebben. Nou. Is daar niet een boodschapje in? Is het? Misschien. Mijn camomille. Ah. On va. Oh, mais. Iste sa la reste. Parce que le camomille est beau. Qu'est-ce que tu fais avec le camomille? Ma tisane. Tisane. Comment s'appelle ça? Un papoula. Un papoula? En portugais. En français. Des coquelicots. Coquelicots. En Hollande s'appelle une klaproos. Ah. Klaproos. Ma patata. Ah, oh, ma patata. Quand tu as mis ça dans la terre? Nou, maintenant on sait qu'on va manger. Bah oui. Dans la terre. Tu sais, et quand tu épluches les patates. Oui. Qui ont des petites racines. Oui. Et voilà, on a mangé. Nou, patate con épinard. Lekker ge... Un petit peu d'or. Les épinards, bien laver, rien que les feuilles. Tu mets un petit peu de l'ail. D'ail. Et puis tu baisses le feu. Et tout doucement. Et tu les fais cuire dans le bord. Ah oui, ok. Tu vois, comme ça, sans les moulinets. Ok. Comme ça. Non, ça me... C'est bon. Ça...
Nou, on a mangé aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton travail. Elle a fait beaucoup, hè? Elle a complètement... Tout était nettoyé par cette dame si fort. Si vieille. Très fort. Et peut-être elle a vieille, mais elle est bien capable de faire beaucoup de miracles. Donc, vive la femme. Au la jour international des femmes. Des femmes, ah oui. Oui. Oui, ah bravo.